Hallo en welkom bij een nieuwe review. Wat zal Ahmed nu weer hebben opgestuurd? Die glazen pot met spulletjes erin. Een papiertje. Holy smack. What the f... Wat is dit? Dat lijkt wel een moederkoek of zo, joh. En dit zijn theezakjes. To brew kombucha. Ik ga iets brouwen. Dat is meestal goed nieuws. Dit zakje kots is een SCOBY. Een van de organismen. Suiker, pot, thee, af te wegen. En de COBY. Of de SCOBY. Hoor je dat vieze ding? Ahmed vertelde me laatst dat hij via een analyse had gezien dat 96% van de kijkers van mijn reviews man zijn. En ik denk dat hij graag wil dat ik ook de vrouwelijke klanten ga bedienen. Dus ik zit nou in een veganistisch, macrobiotisch wijvendingetje te brouwen. Maar goed, we doen alles voor de kijkertjes, toch? Twee liter kokend water. Even lekker roeren. Dit is toch leuk? Nee, is niet leuk. Half uur laten afkoelen. De thee is nu afgekoeld. De zakjes zijn eruit. Het suiker is opgenomen. Dan gaan we naar het vieze klusje. Namelijk die drap erin keilen. Is dit weer van de lucht, joh? Oh! Een soort... organisme. Ja, dan moet je er een theedoek overheen gooien. Zo. En dan moet je 2 weken wachten. Nou, we zijn 2,5 week verder. Want zo lang moest het staan. En die SCOBY die heeft erin gezeten. En je verwacht het niet, maar let op. Nog een SCOBY. Er zitten nu 2 van die vieze moederkoekjes in. En het stinkt. Maar nu moet ik dit ding eruit halen en die ander. Die moet ik even in het bakje leggen. Maar het leeft. Dus ik moet voorzichtig zijn, want anders gaat het dood. Oh mijn god, wat is dit vies. Kijk, dit is dus... Dit is helemaal doorgegroeid, is nog dikker en goorder dan het was. En dit is dus de nieuwe SCOBY. Die is gewoon vanzelf gegroeid. En die ziet er ook uit als een hele smerige pannenlap. Het moet in een fles. En dan moet het nog eens een paar dagen in de koelkast. En dan kan ik het verdomme een keer drinken. Ik ben godverdomme al een maand bezig voor een glas drinken. Ik verdomme net of een oude kerel daar is meer een fles staat te zeiken. De fles met kombucha is nu gevuld. Het stinkt en het ziet eruit als een fles met pis van een oude geit. Nu nog 2 dagen in de koelkast en dan schijnt het dus lekker te zijn. Die fles met kombucha heeft nu 2 dagen in de koelkast gestaan en nu is het product klaar. 2,5 week heeft het geduurd. Voordat dat vieze, smerige, drillend dingetje een drankje heeft opgeleverd. Gaan we. 1, 2. Dat is al niet goed. Er zou druk op moeten staan. Smaakt naar zoete thee, maar dan gefermenteerde zoete thee. Je zou het ergens verrotte zoete thee kunnen noemen. Het begint een beetje omhoog te komen. Ik weet niet of dat de bedoeling was, maar ik ga er niet meer van drinken.
Doe dit niet. Ook al zeggen ze dat het ontzettend gezond voor je is. Het duurt 2,5 week en tegen de tijd dat je de slok hebt genomen, dan kots je het alweer uit. Een SCOBY, hartstikke leuk. Kombatje maken, lekker doen, maar niet voor Ome Jan. Ome Jan is hier helemaal klaar mee. Het hele proces heeft heel lang geduurd. Wat het heeft opgeleverd is een bakje viezigheid. Ik geef dit hele proces, dit hele product een 3. En ik zal echt heel veel mensen en heel veel dames ook in dit geval teleurstellen. Maar ik voel me hons en hons broert na het drinken van deze fles gefermenteerde geitenpis. Ik ben er klaar mee. Ik stop ermee. Het is afgelopen. Ik ga naar bed. Ik voel me ziek. De groeten. En de mazzel. Gadverdamme.